President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag een groep leerkrachten die naar het kabinet van de president zijn getogen om hun misnoegen over de moeilijke financieel-economische situatie te uiten, gesproken. Het staatshoofd was na enkele uren protest van de groep onder leiding van Meredith Hoogdorp bereid gevonden om de mensen zelf aan te horen. De onderwijsgevenden weigerden de directeur van het kabinet van de president of een vertegenwoordiger van het staatshoofd te spreken. De groep onder leiding van Meredith Hoogdorp heeft enkele eisen gesteld om het leven voor deze groep ambtenaren draaglijk te maken. We hebben iets overwonnen, iets heel belangrijks. De president is naar buiten gekomen en heeft ons te woord gestaan. En ik zou dit eigenlijk eerst aan de groep moeten vertellen. We hebben afgesproken dat we morgen om 9 uur heeft hij ons uitgenodigd voor een onderhandelingsgesprek. En dat met 25 man. Hoe was de inhoud van het gesprek vanuit de kant van de president? Geweldig. Hij zegt, we zijn niet alleen maar gekomen om ons problemen te noemen, maar ook gelijk om oplossingen aan te draven. En dat vond hij geweldig. Hij zegt, hij vindt het super en we gaan morgen daarover zitten praten. Weet je wat zijn de oplossingen voor de problemen? De oplossingen bijvoorbeeld voor benzine hebben we gevraagd, die oliekarta. Voor voeding. We willen geen geld, hebben we gezegd. Geef ons voedingsbonnen ter waarde van 5000 SRD per maand. En jij subsidieert dat. Dus dat is ons tweede eis. En we willen als derde nog een betere ziektekostenverzekering. Hoogdorp zegt dat er verder strijd geleverd zal worden voor een stuk grond voor elke leerkracht. Volgens de ambtenaar is vooral huisvesting onder de collega's een probleem. Ik ben geen vakbondleidster, ik ben een activist. Mijn actiegroep is Wisastri, geen vakbondsleider. De vakbondsleiders doen hun werk. Zodat de toelages teruggestort worden? De toelages moeten teruggestort worden, we gaan daarover praten. En de president vond het erg dat ze hebben afgetrokken zonder te melden eigenlijk en wat de reden daartoe is. Dus hij zegt, alles komt in orde en we geloven hem.